Als 19-jarige Armando Obispo zit sinds 2006 bij PSV. Je kunt dus wel zeggen, echt een product uit eigen jeugd. En afgelopen weekend zag hij dan eindelijk zijn wens in vervulling gaan. Zijn grote droom, een debuut voor PSV 1 in de wedstrijd tegen VVV Venlo. Een nadere kennismaking met de centrale verdediger van PSV. Armando Obispo komt uit Den Bosch, is geboren in het jaar 1999. Hij is centrale verdediger van beroep en heeft een linkerbeen. Mijn doel is om in het eerste van PSV te kunnen spelen en uiteindelijk komen spelen in van Barcelona. Een goed voorbeeld is Thiago Silva, een linksbenige centrale verdediger. En hoewel Obispo opgeleid wordt als verdediger, zien we hem in de jeugdelftallen regelmatig scoren. Met het hoofd, maar ook met dat fameuze linkerbeen. Na bijna alle jeugdelftallen te hebben doorlopen bij PSV gaat het snel met Obispo. En dat betaalt zich in 2016 uit met een debuut in het betaald voetbal. Voor Jong PSV tegen FC Dordrecht. We zien Obispo mooie dingen doen als verdediger. En als hij zo nu en dan opkomt om een aanval op te zetten, probeert hij het ook wel eens zelf. En dit doet hij dan prachtig in de wedstrijd tegen Almere. Obispo is een populaire verdediger. Dat blijkt wel uit de interesse van verschillende clubs. En toch tekent hij in december van vorig jaar voor PSV. En dan praten we ook met de vader van Obispo. En die vertelt waar de winnersmentaliteit van zijn zoon vandaan komt. Toen ik vroeger klein was, hebben we wel... Ja, ik had het er toevallig gisteren met hem over. Ja, daar hebben we wel veel ruzies over gehad. Dat hij me toen niet liet winnen. Ik zei altijd, als je wint moet je echt winnen. Anders... gaat het niet. En ja, op vakanties ooit in Spanje was het een huilen toe. Ja, oké, jammer dan. Als je winnaar wilt zijn, moet je gewoon echt winnen. En die winnersmentaliteit die hij meekreeg van vader Obispo, die heeft hem uiteindelijk geholpen bij zijn verdere ontwikkeling. Zo liet hij zich goed zien op de trainingskampen met het eerste van PSV. En uiteindelijk leidde dat tot een officiële overheveling naar de selectie op 29 januari 2018. En al waren het maar een paar minuten hier in het Philips Stadion tegen VVV, blijer kon je Obispo niet maken. Na 12 jaar in de jeugdopleiding, eindelijk zijn debuut voor PSV.